Zo, goeiemorgen. We gaan onderweg vanaf Moerenkapelle naar Leiden. Wat gaan we doen in Leiden? In Leiden gaan we laden voor Benthuizen. Vroeger kon je binnendoor vanaf Moerenkapelle zo richting Benthuizen. Maar dat is gesloten voor vrachtvervoer. Vrachtvervoer, moeilijk woord. Dus moeten we tegenwoordig omrijden. Ja, het is niet anders. Even een testritje om te kijken of alles werkt met deze dashcam, of de microfoon het doet. Geen idee. We zitten in de vrachtwagen, een Renault T64. En een kastentrailer erachter, een koeler. Een driejassige 1360'er. En het regent! Zoals je ziet. Dus je ziet af en toe een ruitenwisser voorbij komen. Het is 9:45, vrijdagochtend, 8 februari, 7 graden, het waait redelijk, gisteren waaide het keihard. En omdat er nog een nasleep van de file staat op de A4, heb ik besloten om binnen door te rijden. Dat wil zeggen dat ik langs Benthuizen, Hazenswoude, dorp ga. Naar de Rijndijk en daar de N11 op en die uit gaan rijden. Om zo in Leiden uit te kunnen komen op plaats van bestemming, want daar in de buurt moet ik al zijn. Bijkomend het voordeel is dat ik langs een benzinepomp kom, een brandstofpomp kom, om misschien wat te gaan tanken als daar ruimte is. Er is niet zoveel ruimte, maar als dat vrachtwagenplekje vrij is, ga ik gaan tanken. Want dat scheelt weer 2 cent per liter. Met de pomp waar ik normaal gesproken tank. Ja, en als je 500 liter in de week tankt, dan is het wel de moeite waard. Dus, daar kunnen we een biertje van kopen, hè? Van het verschil. Ik moet zeggen dat hier op de A12, waar we nu op zitten, Wallingsveen zijn we gekomen. We kruisen nu viaduct met Zevenhuizen. Ja, met de weg die Zevenhuizen Moerenkapelle met elkaar verbindt. En zo dadelijk pakken we afslag Bleiswijk om dan zo richting Benthuizen te gaan.
is de eerste video van mij qua trucking. En het zal zeker niet de laatste zijn. Ik ben toch al van plan om aardig wat ritjes online te gaan zetten. En misschien vind je het leuk om naar te kijken en misschien ook helemaal niet. Maar dan is het een mooie herinnering voor mij voor later. Als ik oud en versleten mag worden, naar een 85, 90 ben. Leven wat ik vroeger allemaal deed. Nou, dat is toch grappig. Hoe belachelijk die auto's er allemaal uitzagen. Want ja, dat is over 30 jaar natuurlijk weer anders. Nou, alvast afslag Bleiswijk. Hier, we gaan eraf. Kijk, netjes 80. Snelweg. Waarom? Nou, ik heb geen haast. In Nederland, binnenland rijden heeft niet zo heel veel zin om dan 84 of 85 te gaan rijden. Of 88 te gaan rijden. Of 90. Je komt toch weer voor een zonplichting te staan of iets wat dan ook. Of je komt bij een klant en dan moet je weer wachten. Dus het is altijd wel wat. Je kan misschien op een dag 10 minuten sneller zijn als je vol gas gaat trappen. En dat kost je dan per saldo... misschien wel 30 euro brandstof extra. Want ja, een auto gaat er natuurlijk wel van zuip. Kijk, dat is mooi. Hier schiet er op groen. Hier hoef ik een baantje om, zie ik. De mensen zijn hier bezig. En een McDonald's en een wasstraat voor luxe auto's en een Brams, patat. Patatje stoofvlees kan je er halen in qua nieuwe soorten, onlangs een keertje geprobeerd. Wel lekker, maar tering duur. 7,50 voor een bakje patat moet gaan betalen, ik weet niet, maar een klein beetje, wat was het, pulled pork eroverheen. De smaak van pulled pork. Wat ernaast gelegen, zeg maar. Nou, vind ik wel duur. Maar goed, het smaakt er goed. Een vrachtwagen van Bremmer, transportcollege voor ons. Voor uw nascholing code 95. Nou, grappig, want daar moet ik zaterdag naartoe. Code 95, voor mensen die dat niet weten, is de vervanging van wat vroeger het chauffeursdiploma was. En je moet elke 5 jaar moet je 35 uur nascholing hebben gemaakt. Anderhalf jaar moet ik dat geregeld hebben, binnen anderhalf jaar. Dus je gaat aanstaande zaterdag een heftig certificaat proberen te halen. En bij succes heb ik dan weer 7 uurtjes van de 35 alvast weer gemaakt. Dat houdt in dat ik dan nog maar 28 hoef, oftewel 4 dagen.
hij straks vol staat bij die pomp en kan er niet bij, ik kan namelijk niet achteraan sluiten daar, want ik heb een lange trailer erachter. Dan rij ik gewoon door. Want ik kom daar straks ook weer terug om te gaan lossen. En dan ga ik het dan alsnog eens proberen. En staat hij dan nog vol, dan heb ik nog een kans als ik gelost ben. Dus ik heb 3 kansen om daar te gaan tanken. En de eerste, de beste kans die ik krijg, die ga ik pakken. Mooi op tijd, moet voor 11 gaan laden. Nou, het is nu 10 voor 10. Dan moet ik wel rennen. Er moet iets heel geks gaan gebeuren onderweg. Maar... Dus een beetje de camera-instelling, even de camera-positie te kijken of dat een beetje klopt. Als dat een beetje mooi is zo. Een beetje goed verdeeld. Van links en rechts. Volgens mij gaat het wel aardig, dacht ik. Een beetje omhoog gesteld dat hij... Stoppiggies kan zien, niet alleen maar de weg. En het is eigenlijk de eerste video, hè, dus ja, dan kun je er even op wachten. Ja, niks. Dat is ook wel mooi. Ik hier gewoon een iPhone 8 voor. Dus in combinatie met een dashcam app. Vandaar dat je de kilometers ziet. Die heb ik erop laten staan, de snelheid. En ik kan nog wel meer dingen invoeren. Ik zou zelfs nog een routekaart erop kunnen zetten. Maar ja, dat is niet zo interessant. Nou, de routekaart zit te kijken pas op de weg. Nou, ik zie links zie ik de pomp al. Voor zover ik nu kan zien is die volgens mij vrij, dus ik ga er vast op links voor sorteren staan. En als er nog een luxe auto gaat staan of een andere auto, dan kan ik vrij gaan tanken. En als er wel een auto gaat staan, dan ga ik keihard aan de toeter dat hij op moet zuigen. Want dan pakken ze maar een ander plekje waar ze gaan tanken, weet je niet. Het is hier 2 cent goedkoper als bij de pomp waar ik normaal gesproken. Ja jongens, 2000 liter in de maand. Dan weet je het zeker wel. Hier 2 cent. Net uitrekenen. Nou, dat levert verder geen boeiende beeld op, dus ik zet de video even lekker stop. Gaan we straks. Zo, er is weer getankt. Dus we gaan weer verder. Ik heb het idee dat ik van jou lul op zit te lullen, maar goed. €1,27 voor een liter diesel. Je betaalt tegenwoordig goud. Gaat helemaal nergens over.
even een hoekje nemen. Als ontbijt. Ja, wat dingetje hoor, het is gewoon gezond. Hazelswoudendorp. Zoals wij vroeger zeiden, Hazemaribo. Dus heb je ook Tsjechisch Lepo Blijswijk, Canarische weilanden. En ga zo maar door. Kijk, en hier is de brandstof nog weer een centje goedkoper, maar ik zie hier nooit vrachtwagens staan. Ja, om diesel te brengen, maar niet om op te halen. En dat zegt mij altijd wel genoeg, want als daar geen vrachtwagens tanken, kan je ervan uitgaan dat de brandstof niet zo geweldig is. Zit daar verschil in? Ja, er zit verschil in. Als jij brandstof hebt die heel erg goedkoop is, en waar je dan minder lang op kan rijden, dan heb je dus te maken met een slechtere brandstof. Dan denk je dat je goedkoper rijdt bent, maar dat ben je niet.
Met alle gevolgen van dien, want er zit er ook een beetje rotzooi in de brandstof, wat dus ja, geen brandbare stof is. En wat waarschijnlijk wel achterblijft in je motor, waardoor je dus weer eigenlijk een vervuilde motor krijgt. Niet handig, nee. Ik wil ook niet gelijk zeggen dat dure brandstof gelijk altijd de beste is. Dat is namelijk ook helemaal niet waar. Want langs de snelweg betaal je zomaar 14 eurocent meer per liter. Voorstellen, 14 eurocent meer per liter. En dat er toch mensen zijn die dat tanken. Hoe dan? Vraag je af. Als je van de snelweg afgaat, je eigenlijk ook wel een voordelige pomp kunt vinden. Daar heb je zelfs apps voor. Maar goed. Het enige wat ik bij een benzinepomp langs de snelweg haal is een hakstaaf of zo. Of zijn ze broodje. Of broodje gezond komt ook wel eens voor. Niet heel veel, maar ja, toch wel. Hazerswoude dorp gepasseerd. Nu richting Hazerswoude Rijndijk. Waar wij de N11 gaan opdraaien richting Leiden. Dit is overigens de N209 waar we nu op zitten. Ik weet niet of de microfoon het doet, ik heb echt geen idee. Ik ga straks deze rit klaar is even luisteren of dat heeft gewerkt. En anders moet ik mijn Bluetooth uitzetten. De telefoon staat via Bluetooth verbonden met de vrachtwagen. Uiteraard voor het handsfree wel. En anders heb ik lekker voor Jan Lozen te lullen. Zien als een oefening, daar dit toch de eerste video is die ik op deze manier ga opnemen. Zeg maar. Het is eigenlijk gewoon niks meer als een dashcam opname. Maar dan met wat commentaar erbij. Nou, je nadert de N11, de eerste afslag pak, of de eerste oprit pak, ga je richting Utrecht. En de tweede gaan we richting Leiden en die moeten we hebben. Zijn we een rotondetje nemen nog. Je zou ook over de dijk richting Leiden kunnen gaan. Maar dat is gesloten door vrachtvervoer. Dus daar mag ik niet komen. Ja, een stukje, maar het laatste stuk dus niet. Dan moet ik weer terug, word ik toch weer N11 opgestuurd. Dus dat gaan we niet doen. Ik pak maar gelijk de N11. Geen spiegelcamera's hebben die we erbij kunnen zetten. Dat is ook iets voor in de toekomst. Dat je op de zijkant kunt zien. In hoeverre een oplegger naar binnen komt in de bocht en zo. Eigenlijk mooi te zien hoor.
cruise control 80, een klein stukje op cruise control rijden tot aan de verkeerslichten bij Zoeterwoude. En het regent nog steeds. Lekker weer hoor. Zoeterwoude Rijndijk, links Zoeterwoude Weipoort. Maar wij gaan rechtdoor. Groen licht, dat je op rijden. Je hoort de tomtom mooie gillen. Ah, snelheidsbeperking hier. Ja, niet te hard dat er erin gaat, sta je mooi op de foto. En krijg je hem gezellig thuis gestuurd. Dat willen we niet. Echt niet. Als je naar links gaat, ga je de A4 op richting Amsterdam. Onder het viaduct door, ga je de A4 op richting Den Haag. De A4, ook wel de A-file genoemd, want daar sta je echt bijna altijd vast. Op een of andere manier verbetert dat ook niet echt, of zo. Dan sta ik toch niet tijd stil. Maar wij gaan daar hier niet op. We gaan hier naar rechts richting Leiden. Milieuzone binnenstad van Leiden voor vrachtverkeer. Jawel, wat houdt dat in? Nou, moet je minimaal tegenwoordig euro 4 of meer hebben qua motor. En wij zitten in een euro 6. Momenteel zeg maar de laatste euronormering die er is, oftewel de nieuwste.
gehad weer een tijdje, maar Euro 7 wordt alweer gewerkt. Maar ja, om nou te zeggen dat het allemaal erg eenvoudig wordt, nee. We zijn er bijna, 900 meter. Hier naar links, industriegebied de Roonbrug op. En daar neem ik afscheid van jullie, want voor privacy van de klanten, opdrachtgever, ga ik uiteraard niet vertellen waar ik ga laden. Dus, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doedeledokie.